Hallo, welkom bij deze webinar, Inventor en Revit. Hoe werkt u samen? Mijn naam is Guido Tits en mijn collega die heet Michiel, die zal zich zo zelf ook even voorstellen. Wij gaan samen deze webinar verzorgen. Op dit moment is uw microfoon gedempt, dus wij zullen u niet horen. Als het goed is, horen jullie ons in ieder geval wel goed. Nou, we gaan even nog een beetje een introductie doen totdat iedereen binnen is gekomen. Het zal heel eventjes duren. Mijn naam is in ieder geval Guido Tits. Ik ben consultant bij Cadix nu ongeveer 2 jaar. Ik heb eigenlijk alle Revit trainingen die er zijn, family trainingen, die geef ik evenals BIM trainingen, implementaties. Ik maak diverse bibliotheken en verschillende andere pakketten. En ik ben ook altijd benieuwd naar wat voor samenwerkingen er wel niet zijn tussen de verschillende pakketten. En zo ook deze webinar. Dus ik ga de Revit kant belichten en mijn collega die zich nu Michiel zal voorstellen. Ja, ik ben Michiel van Valen, ook consultant bij Cadix al 2 jaar. Inventor specialist. En naast trainingen die ik doe, Inventor AutoCAD, doe ik ook full implementaties en bouwen bij configuratoren voor Inventor, zodat je processen kan automatiseren en daar hou ik mij mee bezig. En ik zal jullie straks laten zien hoe je het allemaal moet klaarmaken in Inventor. Ja. Dan krijgt Guido nu het woord weer. Dan gaan we heel even kort in op Zoom. Ondertussen komen er nog steeds mensen binnen. Als het goed is, staat iedereen automatisch op mute en zullen wij jullie ook niet horen. Indien u ons niet hoort, geef dit dan even aan in de chat en klik eventueel op test speaker en microphone. Als het goed is, horen jullie ons dan wel gewoon goed. Dus via het klopje mute, test speaker en microphone kunt u ons eventueel horen. Nou, wij vinden het altijd leuk om u te zien. Als het goed is, ziet u ons inmiddels ook. Kunt u doen via start dan wel stop video en hier heeft u ook allerlei instellingen. Dan de chat, die kunt u ongeveer in het midden vinden. U kunt berichten sturen, doe dat het liefst naar iedereen of naar een van ons beiden, dus Michiel of naar Guido. En laat daarbij ook uw e-mailadres achter. Eventueel proberen wij vragen aan het einde van de webinar direct te behandelen. Dus wacht ook even met het stellen van vragen tot het einde van de webinar. Mogelijk dat wij namelijk gewoon al ingaan op alle diverse vragen die er zijn, hoeft u zelf niet meer te stellen. Heeft u nog andere vragen, laat dan ook eventjes uw e-mailadres achter. Dan kunnen wij deze in ieder geval altijd beantwoorden. Wie is Cadix? Nou, Cadix is een professioneel CAD dienstverlening bedrijf. Dus wij geven eigenlijk allerhande consultancy, training, detachering in de CAD-branche, computer-aided design. Wij doen alle diverse pakketten die daarin zijn, geven wij training of consultancy in. We doen dit hoofdzakelijk vanuit 2 locaties. Bovenaan Drachten, onderaan Utrecht. Maar u ziet ook dat wij diverse locaties hebben door heel Nederland, waar wij geregeld allerlei trainingen uitvoeren. Daarnaast zijn wij ook altijd op aanvraag, kunnen wij ook bij u op locatie komen. Wij zijn een Authorized Training Center van Autodesk. En dat betekent ook dat wij de diverse certificeringen voor Autodesk pakketten kunnen toekennen. En dat gaat dan vaak aan de hand van een examen dat u doet. Wij hebben verschillende werkvelden waarin wij actief zijn. En zodoende ook alle diverse CAD-pakketten die wij hebben. Wij zijn werkzaam in de bouwarchitectuur, werktuigbouw, installatietechniek en de civiele techniek. En wij kijken ook altijd hoe die pakketten bij elkaar samen kunnen komen. Want juist daarmee krijg je natuurlijk het meest informatieve model, het meest interessante model. En dat is uiteraard ook waar deze webinar van vandaag uit voortvloeit. Juist hoe kun je nou Inventor van de werktuigbouw goed samen laten werken met bouwarchitectuur, misschien een stukje installatietechniek van Revit. Nou, dan is het nog zo dat wij vanuit Cadix ook een supportdesk hebben. Hier kunt u snel vragen stellen aan onze CAD-specialisten ook. Maakt niet uit over welk pakket, wij kunnen de vragen in die zin beantwoorden. Dit werkt op een soort IP-achtige methode. Mocht u hiervoor meer informatie willen, dan kunt u uiteraard een van mijn collega's bij de
verkoopafdeling hier naar vragen. U kunt ook in de chat weer uw e-mailadres achter. Nou, ik denk dat inmiddels bijna iedereen is binnengestroomd, gedruppeld. Dus nog één keer test speaker en microfoon. Indien u ons niet hoort, geef dat ook even aan in de chat, anders dan horen wij dit niet. De chat vragen het liefst achteraf in de webinar. Laat ook even uw e-mailadres hierbij achter. En dat is dan eigenlijk alle mededelingen. Wij gaan vandaag werken met de 2021 versies van Revit en Inventor. Dit zijn dus de nieuwste versies. Nou, we hopen dan ook dat alles natuurlijk helemaal soepel loopt. In de test ging het allemaal helemaal goed. Maar ja, live weet je het natuurlijk maar nooit. Dus wij zullen het vandaag zien. We hebben behoorlijk wat voorbereid. Het zal grofweg 30 tot 40 minuten gaan duren. Misschien iets langer, maar hou daar ongeveer rekening mee. Wat gaan wij doen? Wij gaan aantonen hoe je een Revit-model klaarzet in Revit. Dus wat zijn daarvoor randvoorwaarden? Hoe kun je dit goed en efficiënt doen? Dan gaan wij dit model importeren in Inventor. Wij tonen ook hoe dan een modelaanpassing in Revit, wat voor effecten dat heeft in Inventor. Wij gaan juist in Inventor, en dan zeg ik wij, dat bedoel ik natuurlijk mijn collega, die gaat in Inventor een uitbreiding doen op het model. Dat ga ik uiteraard weer terughalen naar Revit. Laten we even die connectie zien met alle do's en don'ts die er zijn. En we gaan ook diverse wijzigingen doen. Vervolgens gaan we eigenlijk een tweede ding doen en dat is een Inventor model klaarmaken voor een export naar Revit. Waar moeten we dan op letten? Wat zijn de belangrijke aspecten? En hoe wij dat model kunnen gaan gebruiken als we het eenmaal in Revit hebben. Ik zal mijn scherm gaan zetten naar Revit. Als het goed is, ja, ziet u nu Revit. En in Revit maken wij gebruik van ons huisartsenpraktijkmodel. Dus dit is het model waar wij straks een aanpassing op gaan doen in Inventor. Of een uitbreiding op gaan doen in Inventor. En ik zal nu aantonen hoe we dit klaarzetten. Nou, belangrijk is dat elk pakket op een bepaalde manier werkt. En voornamelijk is het zo dat je in Inventor het liefst niet gigantische modellen wil hebben. Dus niet hele grote gebouwmodellen. Hetzelfde als dat je in Revit juist niet een gigantisch hoog detailniveau wil. En dat betekent, als je efficiënt wil samenwerken, dat je eerst ervoor moet zorgen dat jouw model aan die randvoorwaarden voldoet. Nou, wij gaan straks een uitbreiding doen hier op de hoek van deze sierlijsten. Die sierlijsten zijn in zekere zin parametrisch, dus je ziet dat er een bepaald profiel is wat wij aan kunnen passen, zodat wij later daar ook in Revit iets van kunnen laten zien. En om het model klaar te zetten, moet je eigenlijk zorgen dat deze hoek dan alleen zichtbaar is. Kun je doen door de elementen te selecteren die er in de buurt zitten en vervolgens met de selection box een box te maken. En die box die breiden wij altijd enigszins uit. Ja, hij is bij mij even onzichtbaar gemaakt. Maar die breiden we enigszins uit zodat je in ieder geval relevante informatie ziet. Kan op deze manier. Dan zie je dat hier bijvoorbeeld dingen zijn die je zeker niet wil exporteren naar Inventor. Zit in dit geval beide op de categorie furniture. Via de Visibility Graphic Overrides, dan wel via een view template, kun je deze categorieën uitzetten, zodat die niet zichtbaar zijn. Het model dat u dan verstuurt is relatief schoon. Dus er zit geen overbodige informatie. Dan hebben wij nog toegevoegd een schetslaag om voor Inventor eigenlijk de begane grond neer te zetten. In Inventor is het belangrijk dat je referentiepunten hebt. Nou, dit is een punt. We gaan hem vandaag in de webinar niet gebruiken, maar wel wat belangrijk is om te plaatsen. Vervolgens is het van belang dat u dit beeld eigenlijk vastzet. Dus dat niemand dit zomaar gaat aanpassen. Dit kunt u doen via Save Orientation en Lock View. In ons geval hebben we dit al klaargezet. 3D entreeportaal. Dus daar ziet u dit model. En dit is het model dat wij straks ook importeren in Inventor.
Daarnaast zitten hier nog een aantal andere slimmigheidjes, maar daar komen wij later wel op. Aangezien ik dit al had klaargezet, hoef ik nu niet per definitie op save te drukken. Want Michiel die kan dit in één keer importeren, dus ik laat dat voor nu ook eventjes achterwege. Goed. Dan neem ik het over, Guido. Ja. Want ik wil namelijk dit modelletje wil ik in mijn inventor zetten. Want ik wil hier een aanpassing aan doen. Of iets gaan toevoegen. Dus ik ga even inventor even openen. Zo. Voor de mensen die inventor nu voor het eerst zien. Dit is inventor 2021. En ik zeg er wel even gelijk even bij. Wat wij doen tijdens deze webinar, dit kan alleen in 2021. In oudere versies zit dit niet in. Het is alleen in de nieuwere versie van inventor. Ja. En Autodesk is ook heel erg bezig met de ontwikkeling tussen de samenwerking van beide projecten, beide programma's. Wat ik ga doen, ik wil natuurlijk dat gebouw van Guido wil ik binnenhalen. Nou, wat is belangrijk is dat ik even naar een assembly toe ga. Vervolgens moet ik dat gebouw gaan binnenhalen. Dan kies ik voor de place imported CAD files. En vervolgens, welke moet ik hebben, Guido? De inventor model. En ik zeg vervolgens open. Dit kan even duren, hangt van de grootte van het gebouw af. Maar wat heel belangrijk is, is dat de reference, dat daar het zwarte puntje staat. Is dat niet het geval, is de link verbroken met Revit. Dus dat is heel erg belangrijk. Dit is namelijk nieuw in 2021. Je ziet hier rechtsonder, zie je het voorbeeld van hoe je nu zou binnenhalen wanneer ik nu bijvoorbeeld op OK ga drukken. Wat is het nadeel dan? Dan is mijn model is overcompleet, is groot en duurt ongelooflijk lang om te laden. Maar wat ik kan doen is views selecteren. Views die Guido heeft klaargezet in Revit. Nou, daar staat de entry portaal, ik klik hem aan. En vervolgens zie je al in het voorbeeldvenster dat het gewoon een klein gedeelte is van het gebouw. En vervolgens zeg ik oké. Inventor gaat even laden en het modelletje is er al. Dat is gewoon het voordeel dat het van die kleine objecten zijn. Het is belangrijk in Inventor om hem vast te zetten op zijn origin. Waarom is dat belangrijk? Zodat Guido, wanneer hij straks weer terug gaat naar Revit, dat het nulpunt exact op dezelfde plek ligt als in Revit. Want het nulpunt zit namelijk helemaal daar bovenin. Zie je een stipje tevoorschijn komen. Goed, ik maak mijn model browser even iets groter. Ik zet mijn view ook even goed, zodat ik de lijntjes zie. En ik zie hier mijn model, die ik van Guido heb gekregen. Nou, wat kan ik hier allemaal mee doen? Ik kan bijvoorbeeld, want ik zie hem hier staan, op het plusje drukken. En ik zie hier allemaal verschillende mapjes. En met die mapjes kan ik bijvoorbeeld zeggen, nou ja, ik hoef deze niet te zien. En dan kan ik bijvoorbeeld de muren kan ik uitzetten, zodat ik nog weer beter kan inzoomen op een bepaalde aspect van het model. Goed. Maar dat ga ik natuurlijk niet doen, want ik wil iets gaan doen met die sierlijst. Moet ik hem even gaan opslaan en dat doe ik uiteraard in mijn eigen mapje. En ik noem deze ook sierlijst, want dat ga ik toevoegen aan het model. En dat ga ik doen met frame generator. Frame generator, Tableau Design, Insert Frame. En ik heb een eigen custom profiel aangemaakt in Inventor. Dat is namelijk ook mogelijk. En vervolgens heb ik daar een angle. En het is een vrij simpel modelletje, maar het gaat puur even om te laten zien van hoe het werkt. En wat ik nu moet gaan doen is lijnen selecteren in mijn model. En je ziet waarschijnlijk ook wel, wil je van de muis afblijven, Guido? Ik zit nergens aan. Hij wil ook. Maar je ziet dat ik gewoon referentielijnen kan pakken vanuit het model, wat vanuit Revit is geëxporteerd. Dus ik kan nu gewoon lijntjes aanklikken. En dan zie je dat de profielen op komen te liggen. En dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Nou, het profiel ligt nu niet goed. Dan zoom ik even in, wat trouwens ook nieuw is in Inventor 2021. En ik draai mijn profiel even 180 graden om. En vervolgens oké. En ik moet de bestanden even opslaan. Druk even op het huisje. En dan zoom ik even in, want dit is natuurlijk niet maakbaar. En ik wil het gaan bewerken natuurlijk met de functie. En ik selecteer de profielen. En vervolgens worden ze in verstek gezaagd. Helemaal fantastisch. Wat ga ik nu doen? Want ik heb de profielen geplaatst. Ik ga even properties toevoegen, kenmerken, die ook weer zichtbaar zijn straks in Revit. En dat is bijvoorbeeld een description en die noem ik even sierlijst. En doe ik even tussen haakjes.
in Ventor. En dat heeft Guido eigenlijk zo nodig. Je kan ook custom properties toevoegen, maar dat gaan jullie dadelijk al zien met het andere model. Wat daarnaast ook heel erg belangrijk is, is dat het referentiemodel, dus het gebouw wat uit Revit komt, dat we die even uit gaan zetten. Dus de visibility zetten we uit. En vervolgens zal ik ook het vinkje weg bij enabled. Waarom is dat belangrijk? Anders wordt het model ook weer een keer opnieuw ingeladen in het model van Guido. En dat willen we natuurlijk niet. Ik start mijn model nog een keer op. En nu ga ik hier een Revit family van maken. Zo heet dat Guido, hè? Yes. Yes. Oké. Okay. Ja. Ja. Goed, dan ga ik naar het tabblad Environments en dan staat daar BIM Content. Ik hou het even simpel met dit model, maar het enige wat ik even moet gaan doen is zorgen dat mijn properties meegaan met mijn model. Authoring Building Components en vervolgens Model Properties. Dan zie je inderdaad ook de description, serialized inventor en allemaal andere gegevens die vanuit inventor straks worden meegestuurd richting Revit. Vervolgens, oké. Nu ga ik er een Revit family van maken. Ik krijg nu een vraag, wil ik het model simpel maken, ja of nee? Ik hou het gewoon zoals het nu is, want het is niet een complex model. En ik zeg een no en vervolgens ga ik hem opslaan. En dat ga ik doen in het model waar ook de huisarts staat. Zie ik de sierlijst staan? Heb je die al gebruikt, Guido? Nee hoor. Nee, ga ik hem overschrijven. Yes. En vervolgens wordt er nu een Revit family wat hier gemaakt. Het kan even duren, dat hangt helemaal af van hoe complex je modelletje is. Over het algemeen gaat dat vrij snel. Wij werken nu trouwens ook lokaal. Dus we werken eigenlijk op één computer, waardoor de uitwisseling sowieso heel erg snel gaat. En nu krijg ik een melding dat het complete is. Dat staat hier ook duidelijk. Dus dat zul je altijd krijgen wanneer je een export maakt. Krijg je een rapport te zien, kun je op yes drukken. Dan zie je iets wat er staat, bijvoorbeeld de afmeting bijvoorbeeld. En hoe lang die ook gedaan heeft om hem om te zetten. Maar dat is in dit geval niet heel erg interessant. Dan gaan we nu weer terug naar Revit. Ja. En dan gaat Guido even de muis overnemen. Want we werken namelijk ook met dezelfde muis. Ja. Met dezelfde muis. Met twee muizen en twee toetsenborden. Nou, en dan kun je af en toe elkaar even goed in de weg zitten. Ik ga het beeld 3D totaal even openen. En daarnaast pak ik de begane grond. Die zet ik even ernaast. En ik doe specifiek die twee beelden. Leg ik zo dadelijk. Dit beeld begaande grond, daar ga ik straks de sierlijst vanaf plaatsen. Waarom hier? Nou, hier zie ik de origin van het model. En de origin, nou, Michiel had het net al gezegd, op basis daarvan wordt dit model ingeladen. Inladen van deze Revit family kan op heel veel verschillende manieren. Wij doen het voor nu. Insert, load family. En wij zoeken even op modellen, huisarts, de sierlijst. Open. En vervolgens bij Architecture Component kunnen we die plaatsen. Nou, je ziet nu dus dat het model links de origin heeft en dan helemaal rechts staat. Wij zorgen er even voor dat we dit op het goede punt klikken. Op het goede punt klikken. Daar. En hij plaatst hem inderdaad in één keer goed. Hij liet net nog eventjes de tweede plaatsing, dus met Create Similar liet hij die tweede plaatsing zien. Je ziet nu dat model goed is ingeladen. Je kan er uiteraard ook eventjes omheen draaien. Zie je dat hij er keurig netjes op ligt. Uiteraard, als je de sierlijst om het hele gebouw heen wil, moet je ervoor zorgen dat ook die hele sierlijst meekomt. Of dat je de eigenschappen daarvan in ieder geval aan je collega doorgeeft. Welke eigenschappen komen nou mee? Nou, wanneer ik op dit element klik en op edit type, dan zie je onder andere die description zie je terugkomen. En die description, daar hebben Michiel en ik een afspraak over gemaakt. Die laat ik zo meteen zien. Maar dat is de reden waarom Michiel Inventor daarin heeft gezet. Verder zie je allerlei eigenschappen. En uiteraard moeten die in Inventor dan helemaal gecheckt worden. Maar waar zit het middenpunt? Wanneer is die gecreëerd? Hoe groot is het? Etcetera, etcetera. En je kan hier nog veel meer eigenschappen aan koppelen. Dus dat is alleen maar interessant, want dat is informatie die
wij weer terug willen. Ga ik eventjes naar dit 3D-beeld wat wij net hebben geëxporteerd naar Inventor. En daar zie je dat die sierlijst er niet is. Dat heeft ermee te maken dat dit beeld een view template heeft. Een view template stuurt bepaalde views in één keer aan. In dit geval heet die Inventor Export. En daar zie je dat er een filter actief is. Gemaakt in Inventor. Wanneer ik zeg zichtbaar, zie ik in dit beeld alle door Inventor gemaakte elementen. En ik heb ze oranje gemaakt zodat ze even goed opvallen. Nou, uiteindelijk als ik dit weer terug wil sturen naar Inventor, moet ik ervoor zorgen dat het juist niet zichtbaar is. Dus door aan te geven dat in de description, dat daar in ieder geval die eigenschap Inventor in staat, zie je dat die automatisch onzichtbaar wordt. Nou zijn jullie het er uiteraard met mij eens dat dat ding, die sierlijst, dat lijkt nog helemaal nergens naar. Dus we gaan eventjes de afmeting aanpassen. Doen we door het profiel aan te passen. Zie je hieronder, demonstratieprofiel heet die. En wij passen even de afmeting X1, maken we even 25 mm van. En dan zie je dat mijn model aangepast wordt. Ik druk nu op save om hem zo meteen terug in te laden. Dit is een foutmelding. Hij slaat hem, als het goed is, hij slaat hem wel op. Wel op. Ja. Mocht dat alsnog niet het geval zijn, dan kun je ook via Save As en dan kun je een ander model inladen in Inventor. Op diezelfde manier, dat zal Michiel zo ook eventjes laten zien, of even tonen, kun je ook het volledige model ingaan. Ik geef nu weer de muis over aan Michiel, zodat hij eventjes kan tonen wat er is gebeurd. Goed, ik heb een bericht gekregen van Guido. Guido heeft het model aangepast. Nou, ik zie nu in mijn Inventor, want we zitten nu weer in Inventor, zie ik hier een bliksemschicht staan. Ik ga mijn model weer even zichtbaar maken en ook weer even enable. Dan kan ik de finish BIM content. Yes, enable. En nu zie ik dat er een update is. Er is een update geweest in Revit. Nou, wat moet ik gaan doen? Ik ga even goed het aanzicht erbij pakken, zodat we goed kunnen zien wat er nu gaat gebeuren. Ik ga het model updaten. Dus nu gaat Inventor, die gaat even opnieuw laden. Die gaat kijken van oké, wat voor wijzigingen zijn er geweest. En nu zie je dus dat het hoekprofiel niet meer op de juiste positie zit in het gebouw. Nou, dit willen we natuurlijk niet, want het hoekprofiel moet ook maar helemaal op. Wat moeten we in dit geval nou gaan doen? Dan moeten wij ons model gaan rebuilden. En dat doen we bij de manage en dan rebuild all. Nu gaat Inventor gewoon kijken, oké, wat is er veranderd? Hij gaat de referentielijnen gaat weer opzoeken. En als ik rebuild all heb gedaan, dan zie je ook dat het hoekprofiel weer op de juiste manier zit. Goed. Guido wil natuurlijk weer het hoekprofiel hebben. Uiteraard. Wat ik nu even ga doen, is niet juist hier. Want dan kunnen jullie ook even zien wat er gebeurt als ik het gebouw niet uitzet. Hoe dat er dan uitziet in Revit. Dus ik vergeet nu even expres om de visibility uit te zetten en enable. Environments, BIM content. Nou, ik wil graag wel weer dat die properties mee worden gestuurd. En vervolgens export building components. Sierlijst, yes. En vervolgens schrijf ik hem weer weg als een Revit family file. Kan natuurlijk even duren, misschien niet het duur. Duurt het nu nog wel iets langer, omdat het gebouw erin staat, ja, en dat die ook meegenomen moet worden. Net wat lastiger, hè? Ja, dan moet de computer toch even iets meer denken, maar je ziet al, het is gelukt. En dan gaan we vervolgens weer terug naar Revit. Mag jij aanklikken? Ja hoor, deze. Share. Dus nu zien we hier eigenlijk nog dat oude modelletje, waarbij die sierlijst dan niet op zijn plek zit. En wij willen die opnieuw gaan inladen. Nou, het makkelijkste is dit ook weer om te doen via Insert Load Family. En dat jij deze gewoon weer opnieuw inlaat. Vandaar dat het wel belangrijk is om ervoor te zorgen dat die nieuwe families, of de nieuwe stand, gewoon dezelfde naam heeft als de oude stand. Ik klik nu even op Open. Zie je dat je hem kunt overschrijven. En je ziet automatisch al wat er gebeurt. Doordat het in Inventor het gebouw niet is uitgezet,
is die sierlijst nu in één keer inclusief het gebouw in Inventor. Wel als volledige family, dus je kan er niet zo heel veel mee. Maar ja, het is net eigenlijk niet zoals je wil. Dus vandaar dat je erop moet letten, zowel in Inventor als in Revit, dat je ervoor zorgt dat je de elementen van de andere partij gewoon uitzet. Dus zorg ervoor in Revit dat je een beeld klaarzet waar de Inventor elementen niet zichtbaar zijn. En zet het model in Inventor dan weer uit. Stel je voor dat de Inventor moduleur wel een andere naam eraan heeft gegeven. Kijk, Michiel die weet precies wat hij moet doen. Maar als iemand dat niet helemaal weet, dan kun je ook uiteraard het type altijd omzetten naar een andere. Maar je ziet hier, schijnbaar hebben we hem ook een keer geprobeerd als referentiegebouw. Dus dan kun je hem omzetten naar referentiegebouw. Dus op die manier kun je samenwerken. Nou, tweede is natuurlijk ook heel belangrijk, voornamelijk voor de MEP-kant. En dat is dat wij bijvoorbeeld airco-units of allerlei complexe installaties, dat wij die kunnen inladen. En ook op een, ja, een degelijk detailniveau voor Revit, maar dat wij wel een gedetailleerd model hebben. Dat is het tweede wat wij gaan tonen. We gaan daarin een airco-unit, die willen we plaatsen op dit dak, want het is hier veel te warm. Hè? Echt veel te warm, dus er moet een airco-unit staan. Nou, Michiel weet precies hoe die eruit ziet, ik niet. En ik hoef ze ook zeker niet zo gedetailleerd als Michiel ze graag wil hebben. Goed. Mag ik het even overnemen? Ja hoor, ik heb de muis helemaal los. Goed. Dan gaan we terug naar Inventor, want ik heb hier namelijk een heel mooi modelletje. Dit is de airco-unit die Guido graag op het dak wil hebben staan. Prachtig. Nou, je ziet waarschijnlijk al wel, dit is een vrij gedetailleerd model. En deze airco-unit is ook berekend op een bepaalde capaciteit van wat hij moet gaan koelen. Dus wat ik eigenlijk niet wil, is dat ze vanuit Revit dit model kunnen gaan aanpassen. Dat ze kunnen zeggen, ja, ik wil toch even een slagje groter hebben. Of ja, ik wil toch die ventilatie erin zitten, wil ik iets naar rechts hebben. Dat mag niet, want het is mijn model. De aantal onderdelen die hierin zitten, in dit modelletje, dat zie je rechts onderin, dat zijn 278. Nou, als je die in Revit gaat inladen, één model is nog wel te doen, maar misschien komt deze aircode wel 30 keer voor. Ja. Dan wordt het Revit-model waarschijnlijk onwerkbaar. Goed, dus wat is nou belangrijk in dit geval? Dat we dit model heel simpel gaan maken. Wij moeten ervoor zorgen dat wij dingen uit gaan zetten wat niet voor hen interessant is. Nou, hoe gaan we dat doen? Dan maken we daar een shrinkwrap substitute van. En vervolgens moeten wij even wat onderdelen selecteren wat we niet mee willen nemen. Nou, dat is iets te veel, want Guido wil natuurlijk wel weten van oké, hoeveel ruimte neemt hij in beslag. Dus vervolgens moet ik even aanklikken, wat wil ik meenemen? Nou is het zijvak, bovenkant, voorkant. En dit is natuurlijk een aansluitpunt. Hier moet Guido straks vanuit Revit weer op aan. Dus die moet ik meenemen. De onderkant, de laadjes en vervolgens zoek ik even dit hoekje. Want de bouten bijvoorbeeld niet interessant. De ventilator is ook niet interessant en het tankje is ook niet interessant. Ja. Nou, wat moet ik nu nog verder gaan doen? Dan ga ik naar features. En dan zie je hier eigenlijk al wel het simpele modelletje. Dus je ziet al dat die eigenlijk leeg is, maar dat is prima. Maar wat ik ook graag wil, is dat die gaten die in deze airco zitten, die hoeven niet zichtbaar te worden. Het kost alleen maar weer rekenkracht voor Revit. Dus ik kan hier zeggen van oké, ik zet de gaten zet ik uit. Die mag je eruit halen. De pockets laat ik aanstaan, want er zit toch nog iets van details in het model. Ik haal de afrondingen haal ik eruit en de chamfers haal ik er ook uit. Nou, vervolgens ga ik naar Create toe. Dan moet ik hem een naamje geven en dan noem ik deze even de substitute. 1100 vind ik helemaal prima. En vervolgens maak ik daar een single solid van. Volgens oké, en dan gaat Inventor er een heel simpel model van maken. Dus de gaten zijn straks niet zichtbaar wat jullie zo zullen zien en het heeft nog een groot voordeel. Dit kan even duren, hangt er ook even vanaf hoe groot je modelletje is. Inventor is inmiddels al klaar. Nou, je ziet dat de details er eigenlijk al uit zijn. De gaten die hier bovenin zaten zijn weg. Hier onderin had ik nog een fillet zitten, is verdwenen. Maar wat natuurlijk het grote voordeel is, rechts onderin stond net 278. Bestanden, files in dit model. Dat is veranderd naar 1. Dat is prima.
Ik ga even kijken wat voor eigenschappen hier allemaal in zitten. De iProperties, Summary, de Project, Description, Air Conditioning. Voor Guido wil ik hier nog wel even Inventor achter zetten. Inventor. En wat hier ook in zit zijn custom properties. Dit zijn kenmerken van dit model. Wat is het bereik, wat is het bouwjaar, wat is bijvoorbeeld de energieklasse. Dat is natuurlijk wel interessant voor de REFT-gebruikers, of mag je bijvoorbeeld naar een BIM-omgeving toe gaan. Zodat je weet van oké, wat voor type airconditioning hebben wij te maken. Mocht er een stuk gaan, dan weet je exact wat voor type je moet hebben. Druk even op toepassen. En vervolgens ga ik even naar de representation. En daar staat een substitute level of detail. En die wil ik een ander naamje geven. En die noemen we even BIM export. Ik wel zo netjes. En ik kan vanuit dit simpele model kan ik ook weer heel snel teruggaan naar mijn volledige model. Dus dat ik weer mijn 278 onderdelen heb. Maar goed, dat wil Guido niet graag in zijn model. Veel te zwaar, hè? Dat wordt iets te zwaar. Dus vervolgens ga ik naar de environments en dan ga ik er weer een BIM content van maken. Maar wat wel interessant is of wat belangrijk is, want Guido moet straks vanuit Revit, moet hij hier ook kunnen aansluiten met leidingwerk. Dus dat ik een pipe connector ga toevoegen. Vervolgens selecteer ik het buisje. Hij gaat de andere kant op. Hij is 12 mm en wordt ook herkend door Inventor. En vervolgens zet ik deze even op een defined. Ik maak het even wat groter. We hebben hier een aantal keuzes. Ik hou het vrij simpel. De connection type ook undefined. Dus dat is helemaal aan Guido. Als hij er fans van wil maken, dan mag dat in mijn geval. Ja. En vervolgens zeg ik oké. Okay. Dus ik heb hier een pipe connector toegevoegd. Nu wil ik natuurlijk ook nog de properties wil ik meenemen van dit model. Authoring building components. Model properties. En vervolgens zie je hier alle eigenschappen die hier staan. En deze worden allemaal meegenomen naar Revit toe. Ik zeg oké. Okay. Export building components. Ik zet hem gewoon even in het mapje huisarts. Guido. En ik vind deze namen goed. En ik heb ook nog een keuze om te zeggen van ik maak een IFC van. Of een Autodesk Exchange file. Waar mijn voorkeur wel naar uitgaat is Revit Family Files. Omdat je model dan ook mooier is. Hij ziet er beter uit. Met die IFC's dan kun je er volgens mij ook niet heel veel mee. Dus ik laat deze mooi op de Revit Family Files. En vervolgens save. Hij gaat nu waarschijnlijk iets langer denken dan met de C-lijst die we gemaakt hebben. Maar dat komt natuurlijk omdat hier zitten veel meer details in. Ja. Dus we gaan alvast, want wij hebben ook deze voorbereid. Dus we gaan alvast weer terug naar Revit. En dan bedenk ik me in één keer één ding. Dat Michiel zojuist nog niet heeft gezegd. Michiel kan ook de Omni-class categorie koppelen, waarmee jij ervoor zorgt dat elementen op categorieën uitgelezen worden. Dus op dit moment zie je dat deze sierlijst is een generiek model. De unit, de airco-unit die we gemaakt hebben, dat is een mechanical equipment. Die staat in mijn mapje. Ja, en die staat inderdaad in Inventor naar deze. Klik je op open en dan zie je ook dat deze aan mijn muis hangt. Dus je ziet dat deze niet zozeer vanuit mijn nulpunt uitgaat, maar dat deze vanuit het nulpunt gaat van Inventor. Dus het nulpunt kun je in Inventor verplaatsen en dat maakt het insertion point eigenlijk in Revit. De families vanuit Inventor, dat zijn zogenaamde level-based families. Dus die moeten vastzitten op een level. Ze zijn niet workplane-based, dus je kan hem niet automatisch op je dakvlak zetten. Maar je moet even zorgen dat je hem op een bepaalde verdieping zet. In mijn geval zet ik hem even op de tweede verdieping. Zie je dat hij in het dak nog valt, want mijn dak zit net iets hoger. Nou, kan ik hem ook hoger plaatsen. Wat is nou interessant? Je ziet natuurlijk onder andere dat deze valt onder de categorie Mechanical Equipment. En via Edit Type zie je hier onderin ook alle eigenschappen die Michiel heeft meegestuurd. Dus je kan hier weer een heleboel informatie uithalen. De description pas ik even aan met Inventor erachter. Dus stel je voor dat dit vergeten is, kun je dit later ook weer terugvinden.
Je ziet dan, door dat Inventor toe te voegen, is hij ook weer niet zichtbaar in het exportbeeld. Dus ik laat hem even in het exportbeeld filters wel zien. En dan zie je ook dat hij reageert op het kleurverschil. Dus dat is wel interessant. Nou, wat is verder interessant? Je ziet dus de unit en je ziet ook de connector eraan. En we gaan eventjes naar een doorsnede. En dan kijken we even, zien we de unit in de doorsnede. Daar is hij. En hier kun je hem uiteraard verplaatsen. Dus je kan hem op zijn plek zetten en met rotate kun je ook zeggen van, nou ja, hij moet, hier zit zijn snijpunt, hij moet gelijk liggen aan het dak. Nou, heb je hem dan, dan kun je vrij eenvoudig vanuit die connector, draw pipe, een pijp erop aansluiten. En het system type, die is vanuit Inventor op undefined gezet. En dat betekent dat ik nu het system type in principe kan bepalen. Ik wil jullie eerst laten zien dat je er altijd natuurlijk op moet letten dat wanneer je hem schuin plaatst, dat je de buis ook schuin plaatst. Dus niet recht, geeft hij vaak een foutmelding. Maar draw pipe even in de richting. Hij snapt hier ook automatisch op. Je ziet dat hij het herkent. En dan sluit hij die buis aan. Nou, zet je dan die categorie om, dus bijvoorbeeld naar koelwater of glycol aanvoer, zie je dat zelfs die Inventor Family grafisch reageert op overrides die zitten in die glycol Family System Type. Dus dat is wel heel interessant dat dat eigenlijk op die manier samenwerkt. Uiteraard, hè, hoe gedetailleerder dit is, hoe beter het is. Je kan ook eventueel de aansluitpunten zetten, maar je ziet wel dat dit model relatief makkelijk te draaien is. Zou hier al die koelfinnen en dergelijke achter zitten, zul je zien dat Revit er echt al wel moeite heeft. Maakt niet uit hoe groot de computer je hebt, zeker als je er meerdere achter elkaar gaat zetten. Ook voor dit objectje geldt, zolang die min of meer dezelfde exportinstellingen heeft, dus ook weer mechanical equipment is, kun je hem uiteraard via Insert Load Family overschrijven of een ander type selecteren nadat je hem hebt ingeladen. Nou, eigenlijk is dat dus hoe eenvoudig je van Inventor naar Revit kan. En dit betekent dat je dit soort objecten heel gedetailleerd kunt modelleren in een pakket als Inventor, wat hier echt heel erg geschikt voor is. En vervolgens in je volledige gebouw neer kunt zetten. Dus je kan echt heel goed samenwerken. Dus bijvoorbeeld misschien een technische ruimte, dat je die stuurt naar Inventor om daar de inrichting of constructieelement of wat dan ook in te zetten. En dat je vervolgens weer terughaalt naar jouw model. Beide hebben ook nog de mogelijkheid om dingen te doen als interference checks, et cetera, et cetera. Dus maakt het samenwerken echt een heel stuk beter. Ga ik even terug naar de presentatie, want dit is in principe wat wij wilden vertellen. De agenda is op dit moment de samenvatting. Wat hebben we gedaan? We hebben het model klaargemaakt in Revit. Met name gezorgd dat zoveel mogelijk detailelementen die er niet toe doen, dat die eruit zijn. Dit zorgt ervoor dat je in Inventor efficiënt kunt werken. We hebben vervolgens via een assembly die we hebben aangemaakt, het model geïmporteerd in Inventor. Die hebben we gereferenced, zodat hij ook de connectie onthoudt. En we hebben het specifieke beeld vanuit Revit geselecteerd. Je kan dit later nog wijzigen. Een modelaanpassing, die kun je dus eenvoudig laten doorvoeren in Inventor. En als jij dan ook hebt gerefereerd aan de edges, aan de constraints die er in Revit zijn, past het Inventor model ook automatisch aan. Die uitbreiding die we hebben gedaan, voornamelijk dus op de references. En deze is weer naar Revit gestuurd. Let er daarbij op dat je de modellen uitzet. Hè? Dus dat is altijd de wisselwerking. Model van de ander moet je even uitzetten. Zorgen dat die niet zichtbaar is. Daarna hebben we een airco unit gemaakt in Inventor. En deze hebben we eigenlijk uitgekleed als het ware naar Revit gestuurd. En als extra hebben we daar die connectoren opgezet. En die connectoren, dat is voor de map kant is dat natuurlijk echt heel erg interessant. Je ziet dan niet alleen de geometrie, die bouwkundig interessant is, maar ook wat voor doorvoer het is en hoe de leidingen dan zitten. En we hebben dit getoond in Revit, hoe ook grafisch het een en ander dan aan te passen is.
In principe is dit hetgene wat wij jullie voor vandaag willen vertellen. Best veel thema's. Het komt ook op YouTube, dus je kan dit eventueel nog terugzien. Wij kunnen hier via maatwerkcursussen of consultancy kunnen we uiteraard ook het een en ander toespitsen op het bedrijf waar u werkt. Dus daar staan we altijd voor open. Mochten jullie nog vragen hebben, dan kun je dit stellen in de chat. Let erop dat je ook eventjes je e-mailadres achterlaat, zodat we eventueel in een later geval ook deze vragen kunnen beantwoorden. Ik zie op dit moment geen vragen binnenkomen. Of wanneer je later nog vragen krijgt, kun je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Dat is ook geen enkel probleem. Nee. Dat is ons e-mailadres wel in beeld zien. Ja. E-mailadres van Cardex. Dus als het naar de info gaat, dan krijgen wij dat ook binnen. Ja. Ik wil jullie heel erg bedanken voor de belangstelling in dit thema. Wij vonden het in ieder geval erg interessant. En we hopen jullie in de toekomst toch weer te zien bij andere webinars of bij ons op de training. Heel erg bedankt. Ja, bedankt en wellicht tot ziens.